Zo, hallo jongens! Zijn we hier met een 20 minuten thuis workout. Hopelijk heb je een lekkere werkdag al tot nu toe. En dan gaan we even het lichaam voor 20 minuutjes wegen. Oh, daar komen nog mensen. We gaan beginnen met eerst wat rekstrek oefeningen en vervolgens gaan we voor 1 minuut allemaal verschillende oefeningen doen. Oh, er komen steeds meer binnen. Dan wachten we nog even. Goed, volgens mij nog meer mensen. Iedereen last mee, even lekker inloggen. Goed, wat we gaan doen is verschillende rekstrek oefeningen en dan doen we 2 rondjes van 6 verschillende oefeningen, ieder 1 minuut lang. Om te beginnen gaan we even links-rechts draaien, voeten meebewegen en die rug losmaken. We pakken achter de handen vast, trekken omhoog en gaan kleine pulsen maken. Omhoog, omlaag. Maak een schouderronde achteren. Als het goed is voel je wat spanning in je schouders. Andere kant op. Vingers in elkaar, dan gaan we golfbewegingen maken. Woe, ziet er smooth uit, hè? En andere kant op, gaat dat lukken? Om en om. Goed, oké, even losschudden die handen. Vervolgens losschudden die hele armen. Benen losschudden. De heupen, handen op de heupen, even draaien. Andere kant op. Oké, voeten ietsjes breder als de heupen. Dan één hand in je zij. En even rekken naar de ene kant. En wissel. Goed, 1 minuutje even dribbelen om te beginnen. Handen mee bewegen. Gewoon dribbelen op de plaats. Dit is nog niet één van de 6 oefeningen. Hierna gaan we echt beginnen. Dus gewoon even alles een beetje losschudden. Kom, nog 20 seconden en dan gaan we beginnen. Knieën ietsjes hoger in die laatste 10 seconden. In 3, 2, 1. Oké, schud los. Eerste oefening waar we zo meteen mee gaan beginnen is jumping jacks. En gedurende de oefeningen ga ik ook uitleggen wat de woorden zijn. In totaal doe er 6. Ik wil niet te veel tijd besteden aan de uitleg. Dus we gaan meteen beginnen. Jumping jacks. 1 minuutje, 1, 5, 4, 3, 2, 1 en starten. Eventueel snel stappen als het springen te intensief is, zodat je knieklachten hebt. Hartslag mag de lucht in gaan hebben. 1 minuutje,
zijn gemiddeld gezien zo'n 65 tot 70 sprongen. In de laatste 5 seconden van een minuut laat ik je zien wat de volgende gaat zijn. Kom op, blijf doorspringen. Ja, ja, door de volgende. We beginnen op handen en tenen. En draai je dan op naar de ene kant en weer terug. Yes, 3, 2, 1. En starten. Je zet handen en voeten op de grond. Je draait naar de ene kant. Zet je handen op de grond. Draait weer terug. We doen dit 30 seconden aan de ene kant. En 30 seconden aan de andere kant. Wisselen in 5, 4, 3, 2, 1. En nu draai je de andere kant op. Open en terug naar binnen. Jij gaat door. Hierna is schouders omhoog komen. Gestrekte benen naar de andere kant van de arm. In 3, 2, 1. Kom recht. Squat. En dan gaat één voet naar tegengestelde hand tot schouderhoogte. Goed, diep zakken. Knieën naar buiten te duwen. Navel is in, borst is op. Kom op, kom op. Jij gaat door. Volgende. Buikspieren, handen naar de zijkanten, knieën 90 graden, links, rechts draaien. In 3, 2, 1, kom maar, links, rechts draaien. Armen als een T naar de zijkanten gestrekt. Wil je meer uitdaging, kun je je benen strekken. Van links naar rechts. Hoe hoger je ook je benen optrekt, hoe moeilijker het is voor de zijkanten. Kom op, kom op. Nog 10 seconden. Jullie gaan door. Ik laat de volgende zien. Hip bridge. We duwen die heupen zo hoog mogelijk de lucht in. Laten ze dus binnen zakken net boven de grond. En duwen. 3, 2, 1. En starten. Dus de heupen zo hoog mogelijk de lucht in duwen. Even die binnen knijpen. Laten ze zakken net boven de grond. Weer omhoog in die binnen knijpen. Even vasthouden. We laten zakken. Goed in de billen knijpen. Handen mag je op de grond neerleggen of handen gekruist over je schouders. Bovenin dus even vasthouden en goed in die billen knijpen. Knieën doe je ook naar buiten toe.
Jullie gaan door. Zometeen. Teen aantikken. Lift the jump in de lucht. Teen aantikken. Lift the jump in de lucht. 3, 2, 1. Kom recht. Teen aantikken. Jump. Teen aantikken. Jump. Wil je geen jump doen, dan ga je naar je tenen toe. Dus dan zit je tenen toe en dan hoppa, omhoog. En dan helemaal jezelf lang maken. Naar de grond toe en lang maken. Helemaal op die tenen. Pak je die kuiten alsnog mee. Maar als het lukt, dan is het met een jump. Hartslag mag wat omhoog gaan. Dit is de laatste van de 6. Hierna 30 seconden pauze. En dan gaan we naar de ronde 2. Ook bij deze een beetje door je knieën heen zakken. Laatste 15 seconden. In 4, 3, 2, 1. Even rust, drink even wat. 30 seconden. En dan beginnen we zo meteen weer bij jumping jacks. Vijf seconden nog jongens en dan gaan we beginnen. Tweede ronde, laatste ronde, 6 verschillende oefeningen. Je weet niet wat gaat komen. Beginnen met jumping jacks in 3, 2, 1 en starten. Eventueel stappen in plaats van springen. Over 15 seconden gaan we naar de vloer en dan gaan we die draaibewegingen maken. 30 seconden naar de ene kant, 30 seconden naar de andere kant. In 3, 2, 1. Oké. Op handen en voeten en je draait open naar de ene kant toe en terug. Meteen wisselen. In 3, 2, 1. En je draait de andere kant op. Probeer er een vloeiende beweging van te maken. Met je hele lichaam tegelijkertijd draaien. Zo meteen squat en dan neem je lucht in. In 3, 2, 1. Kom rechts aan, voeten iets breder als de heupen. Squat en tot schouderhoogte probeer je te komen met de strek binnen. Kom op, kom op. Op de helft. Zo meteen buikspieren. De route wisser. In 10 seconden. In 3, 2, 1. Ga op je matje liggen. Armen gestrekt, benen 90 graden. Links en rechts draaien. Als je meer wil, dan kun je die benen gestrekt maken. En dan ook van de ene kant naar de andere kant.
En dan trek je uit die schuine buikspieren. Je schouders en je schouderbladen probeer je zo ver als mogelijk op de grond te laten. Heb je last van je rug? Maak dan die 90 graden in je knieën. Kom op de laatste 18 seconden. Trek uit die buikspieren. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Hip raise. Voet op de grond. Heupen de lucht in duwen. Even de voeten bovenin die binnen knijpen. Laten zakken. Net boven de grond. En dan weer omhoog. Handen op de grond of handen gekruist op je schouders. Dus net even iets moeilijker. Net boven de grond stoppen en weer omhoog. Knijpen die billen als je boven bent. Nog 25 seconden en dan gaan we daarna door naar de laatste minuut. De tenen aantikken en dan een kleine sprong de lucht in. In 15 seconden. Goed bovenin het vast houden, in de billen knijpen. Navel in. 4, 3, 2, 1. Kom recht. Laatste minuutje. Tik een teen aan, teen zelf teen. En de lucht schuin dus zakken en dan spring je de lucht in. Leg door je knieën gaan als je naar de grond toe gaat, zodat je rechte rug houdt. Dus geen bolle ruggen, maar rechte ruggen. En dan jump. Binnen naar achteren te duwen. Laatste 30 seconden. Kom op, kom op. Als het goed is, heb je het wel al lekker warm. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Woehoe! Goed. Eventjes rekken, strekken. We beginnen met één arm voorlangs. Kijk om dezelfde schouder heen. En wissel. Schouderrol naar achteren. En naar voren. Handen op de heupen even draaien. En andere kant op. Handen langs je lichaam af. Linkerhand gaat omhoog. Met je neus ga je naar je rechter oksel toe. Voel de rek in je nek. En los terug naar binnen. Rechterhand komt omhoog. Neus gaat naar de linker oksel toe. En naar beneden toe kijken. En weer recht. Nu kijken we zo ver als mogelijk naar rechts. Over je schouder heen. We gaan naar beneden kijken. We gaan met je kin naar je borst toe. En draai naar links. Weer terug naar het midden. En omhoog. Trek je hoofd lichtjes naar de zijkanten. Eerst één kant. En los. Eventjes naar de andere kant. En los. Pakken we nog eventjes de enkel vast. Strikken naar je toe. Eventueel ergens aan vasthouden. Duw die heup naar voren. En wissel.
Handen in je zij. Kleine puls maken. Andere kant. Onderrug, links, rechts draaien. En we eindigen met een diepe ademhaling. Weer beneden, adem in, maak je lang. Helemaal uittrekken. En los. Yeah! Lekker jongens, 20 minuten weer. Heerlijk bewogen. Hele fijne werkdag nog verder. En hopelijk zie ik je donderdag weer. Of anders volgende week.